kijkt hij op de oude eetkamer uit. En daarboven, die kamer met die drie ramen, dat is een kamer die ik in mijn kindertijd had. Of eigenlijk nou, tot ik uit huis ging, jaar 19 was. We gaan nu naar Jaap's kamer. Ja, ja. Yes. Okay. Dan gaan we. Ik weet nog, je doet mij nu aan denken. Toen mijn oom Lodewijk uit Nieuw-Zeeland. Jaap, naar binnen. Overkom. Ik ga naar je kamer. Ja, Jaap, je moet even naar je kamer zitten. Op de vreemdste plekken dan hier werd gevonden. Thuis dat hij ergens stond te mijmeren. En van, hoe zat dat ook alweer? Hoe zat dat? Inderdaad, dat aanrecht wat erin zit. Dat zit er op slechts. Ja. Ja, er is een plafond hier gekomen. Maar voor de rest. Ja, achter die kasten zitten al die schilderingen. Ja. Ik ben de route kwijt, maar wat was Jaap's kamer? Ik heb geen idee. Jaap, wat was jouw kamer? Ik ben verdwaald. Was dit jouw kamer? Nee, dit was niet mijn kamer. Oh, nee. Dit was dat heette de droogzolder. Er waren twee zolders op verschillende niveaus. Dus één nog één verdieping hoger. Ja. Daar en deze. En de droogzolder kwam je hier op en hier in het midden was een luik en hier was een takel en dit luik met zo'n oog, hè, dat kon je open trekken en dan konden er dus van beneden dingen naar boven worden getakeld. Oké, nu naar je kamer. Kijk, ik loop voor, ziet ze ook voor? Ja. Dat is hier. Oh nee, hier nog door. Ja, we gaan hier door naar het voorhuis. Hier zit een joekel van een. Bij de buur inderdaad. Dat is ook een door. Dus een hal van nog bijna 14 meter naar voren. Ja, je liep het huis alle kamers. Dit allemaal met zo'n buur. Je liep het huis door. Ja. Ja. Oh, die kunnen zeker weg. Ja. Ja, ja. Dit is mijn oude kamer. Ja. Nou ja, vanaf mijn achtste tot mijn achttiende of nog iets langer hier veel verbleven heb. Het zijn twee hele diepe kasten, daar kan je enorm veel in kwijt. Mag wel open trekken. Ja, maar die ene stafel, die is leeg volgens mij. En een wastafels ooit vroeger. Nee, die is weg. Ja, want de pootgaten zitten erin. Ja. Er zijn nog de kastjes van. Hier is, daar was een wastafel. Ook een heel erg diepe kast. Alles in. Ik verzamel alles. Ik kan nooit iets weggooien. En hier zit nog een paar mooie oude kleuren. Zie je? Originele oude. Hier, al wit. Ja. Dit is echt ding van. Dit ook. Van het eerste zand uit de jaren 30. Dit zijn oude kleuren. Ik heb veel in gespeeld. Ik kon dit afsluiten, het verlichten. Ja, ik had ook een lamp erin. Ja. Leuk, hè? Dan kon mijn broer me niet vinden en dan zat ik verstopt. Ja, kan het zijn dat daaronder... Het was ook jouw kamer. Daaronder op die ballen. Het was ook jouw kamer. Iets opgeschreven. Ja. Ik weet niet of dat we nog zien. Ja, volgens mij wel, want dan heeft Annemieke wel eens daaronder... Teksten zitten. Ja. Ik weet niet of dat kan wel eens geschilderd zijn. Nee, daaronder denk ik niet. Nee? Ja, hier stond mijn bed zo, hè, zo naar de deur. En dan kon ik dus vanaf het hoofdeinde hier, kijk ik hier zo onder... Gaat dat? We helpen je wel, hoor. Pas op, ja. Nee, volgens mij heeft Miet wel eens verteld dat daar... Ja hoor, het staat erop. 25 januari 1967. JVD. Oh, daar is achter geschreven, slaap lekker. Dat is niet van mij. Nee, dat heeft Miet dacht. Nou, maar die heeft ontdekt dat daar wat stond. Ja, ja. Dat is geweldig, hè? Ja, maar ik wist dat het die kant was. En vulde ik inderdaad in van, dan heeft je bed zo gestaan, maar dan kun je daar... Dan kun je daar, ja, als... Moet ik helpen, ja. Lukt dat even? Nee, gaat. Ja.
zo'n stevige bed. Kijk, dat is een mooie oude verwarming. Ja, ja de, lekker hangen hier met uitzicht naar de... Want dat zie ik Miek ook doen. Miek ging ook hier. Ik heb ook uren hier in de vensterbank gezeten. En dan kijken. Benen naar buiten. Ja. En, ja, een heerlijke kamer was het. Nou. Ja.